Wie er ook niet bij was, maar die in elk geval wel heel veel verstand van heeft, is mevrouw Mary Borsato. Ja, die jurk. Vond u het een mooie jurk? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat Brit heeft er een beeldige japon verkocht. Ja. Maar inderdaad, mijn bevindingen zijn natuurlijk ook dat ik hem aanziet. Dat ik denk, ja, het is niet zoals het echt moet. We hebben hem hier weer hangen. Zou je misschien hier een beetje kunnen aanwijzen? Ja, zodat ook de mannen in de zaal snappen wat u bedoelt. Wat ik het eerste zou doen, want je hebt natuurlijk een prachtige, mooie, volle boezem. Die wil je eigenlijk heel mooi uit laten komen, maar ook weer niet te. En dan zou ik als eerste die Madonna-belijnen eruit halen. Dan zou ik hem aan de zijkanten heel mooi hebben ingenomen, waardoor hij goed gaat sluiten. En het kardinale punt is eigenlijk, hierachter is hij nog gesloten. En wat wij doen, is hem openhalen en hem dan hier heel strak. Nu zit hij op deze pop, zit hij goed. Ja. Maar bij de foto's zag ik dat van niet. Dan gaat hij heel erg bubbelen en dan doen we hem hierachter openmaken. En die sluiten wij dan met knoopjes en lusjes. En dan kan je dat heel goed stellen op de huid. Ja. Maar waar ik tot de conclusie ben gekomen, jouw torseletje, wat ik aan heb gedaan bij je, dat zat ook veel en veel te groot. Ik heb het je heel duidelijk laten zien dat ik dit helemaal kon knijpen. En dat is dan jammer, want dan modelleert hij niet mooi. En dat moet ik zeggen. Ik hoop dat jullie dat ook met mij eens zijn. Ja, ja. Maar er zijn van die kleine dingen die zoveel groter resultaat bereiken. Maar de hamvraag, als de jurk aan u zo zou zijn afgeleverd, zou je hem hebben geaccepteerd? Nee, zo niet. Nee, absoluut niet. Nee, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik denk dat jullie dat zelf ook heel goed begrijpen. Nee. Mary, mag ik even vragen? Die push-ups die ze eronder gesteld hebben. Dat is ook nog een puntje van discussie. Want eigenlijk, als je een japon helemaal hebt gesloten, kun je er nooit meer een push-up bij doen. Want het komt nooit goed. Ja, maar daar had ik te veel ruimte voor. Hij was heel ruim. Hij was heel ruim. Ja, dat is ook inderdaad het punt. Ik moet eerlijk zeggen, hij zat ook niet goed. Klaar, dat is het punt.